We gaan een stalen ligger berekenen in het dak van een constructie. De permanente belasting van het dak is 0,6 kN per vierkante meter en de veranderlijke belasting is 1,0 kN per vierkante meter. De dakliggers liggen hard op hard 4 meter en de constructie valt in gevolg klasse 2. Als eerste gaan we de representatieve waarde van de belasting uitrekenen per vierkante meter. Dan vinden we Q rep is 0,6 plus 1,0 is 1,6 kilonewton per vierkante meter. En als we de rekenwaarde van de belasting uitrekenen, gevolg klasse 2, en dan is 16b maatgevend, is 1,2 keer 0,6 plus 1,5 keer 1,0. Dan vinden we 2,22 kilonewton per vierkante meter. Nou, omdat de dakliggers 4 meter uit elkaar liggen, vinden we een waarde van de Q-last voor de berekening van de BGT, dus de bruikbaarheidsgrenstoestand die we nodig hebben voor de dolbuiging, is 4 keer 1,6 is 6,4 kilonewton per meter. En de rekenwaarde van de belasting op de ligger voor de UGT, dus voor de sterkteberekening, is 4 keer 2,22 is 8,88 kilonewton per meter. En de vraag is, welk IPA-profiel heb ik minimaal nodig om ervoor te zorgen dat de dolbuiging niet te groot wordt en dat de maximale spanning niet overschreden wordt? Nou, de maximale dolbuiging, Umax, is 4000ste van de overspanning, is 0,004 keer 8000, is 32 millimeter. Nou, voor de sterkteberekening gaan we kijken welk weerstandsmoment ik minimaal nodig heb. Dus dan zeggen we W benodigd is M gedeeld door sigma is 1/8 keer 8,88 keer 8 kwadraat keer 10 tot de macht 6 gedeeld door 235. We vullen hier dus de waarde van QD in, dus inclusief de belastingfactoren. En daar komt uit 302 keer 10 tot de macht 3 mm tot de macht 3. Nou, als we de stijfheid controleren, dan rekenen we uit I benodigd. Dus welk traagheidsmoment heb ik nodig? En dat is 5 QL tot de macht 4 gedeeld door 384 EU. Dus we hebben het vergeetmietje omgebouwd en we hebben de I benodigd vooraan geschreven. En als we die invullen, krijgen we 5 keer 6,4 keer de lengte, die vullen we meteen in millimeters in, tot de macht 4, gedeeld door 384, de E van staal is 210.000, en de maximale dolbuiging hebben we uitgerekend, die is 32. En dan vinden we een benodigd traagheidsmoment van 5079 keer 10 tot de macht 4 millimeter tot de macht 4. Nou, dan gaan we op zoek naar een IPA-profiel die aan allebei de voorwaarden voldoet. Als ik naar W benodigd kijk, 302 keer 10 tot de macht 3 millimeter tot de macht 3, dan zou ik al voldoende hebben aan een IPA
240. Maar die heeft een II van 3892 keer 10 tot de macht 4. En ik heb 5079 nodig. Dus dat betekent dat het traagheidsmoment die benodigd maatgevend is. En het eerste profiel wat aan beide voorwaarden voldoet is een IPA 270. En die heeft een weerstandsmoment WI van 429 keer 10 tot de macht 3 mm tot de macht 3 en een traagheidsmoment II van 5790 keer 10 tot de macht 4 mm tot de macht 4. Dus op basis van de gegeven belastingen hebben we berekend welk IPE-profiel ik minimaal nodig heb om ervoor te zorgen dat de maximale spanning niet overschreden wordt en dat de doorbuiging niet te groot wordt.